Wel, het runnen van een stadhuis, dat is heel dynamisch. Wij hadden ons eigen onthaal tot voordat wij samenwerking met Securitas. Maar wegens ziekte, wegens verloven, geraakt dat daar eigenlijk niet rond. Dat we dan zeggen van goed, ja, we werken met Securitas en we zeggen wel, kijk, het is zoveel uren per week. Op die momenten willen wij bemanning daar. We hebben nooit geen klachten meer over het onthaal. Ik heb geen last van, er is geen onthaalpersoneel. Ja, er is altijd onthaalpersoneel. Zijn er zieken, zijn er afwezigen? Ja, er is een pool van mensen en het wordt intern opgelost. En eigenlijk, ja, is dat eigenlijk de ontzorging die wij voor de stad doen, doet Securitas eigenlijk voor ons. Dat is eigenlijk de basis waarom dat we beslist hebben van naar outsourcing te gaan en dat we met Securitas samenwerken. Sinds een paar maanden werken wij ook met de welkomfunctie in Abdij van het Park. Iedereen heeft zo'n beetje zijn specialiteit. Je hebt mensen die graag met cijfers werken. Ik liever met mensen. Dat straks ook, met de foto's te maken. Ik was een klein meisje en het lukte eerst niet goed en dan uiteindelijk wel. En dan krijg je een knuffel, dat is geweldig. Hè? Allee, ik bedoel. Dat is het eerste aanspreekpunt van de stad. Dus dat moet matchen, dat moet oké zijn met hetgeen dat wij als stad Leuven willen uitdragen naar de burger. Dus dat moeten mensen zijn die gedreven zijn en die een bepaalde uitstraling hebben. Mensen helpen is anticiperen eigenlijk op hun noden. Dat is voor mij het belangrijkste. Dat is proactief gaan nadenken van wat kunnen we doen om nog al extra een stapje voor te zijn, vooraleer dat de klant zelf beseft of de bezoeker dat hem iets nodig heeft. Als ik nu iets voor heb, dat is voor mij altijd bereikbaar en ze probeert heel snel voor oplossingen te zorgen. Dat is customer excellence voor mij. Ja. Die ontzorging wordt effectief elke dag opnieuw bewezen. Dat is goud waard. Ons product noemt welkom.